Tijdens de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Willem II is er commotie ontstaan rondom een handdoekje. Willem II-speler Heijmans droogde de bal af met een handdoek uit de dugout van de tegenstander. Maar een verzorger van Go Ahead Eagles was hier niet van gediend. Een kort handgemeen volgde, waarna Heijmans werd bestraft met een gele kaart.